Audiosessie met als thema overvloed. Deze reeks gaat over overvloed. En overvloed is een groot thema in die zin dat je het voortdurend tegenkomt. Overvloed en uiteraard als tegenpool schaarste. Wanneer ik deze audiosessies doe, dan stem ik me af op dat wat er gezegd wil worden. Dus ik bedenk van tevoren eigenlijk helemaal niks. Soms weet ik wat voor onderwerpen er allemaal aan bod zullen komen. Maar ik laat voor de rest zoveel mogelijk het moment zelf de woorden bepalen. En mijn lijf, dat is het mooie, mijn lijf wil altijd me graag meedoen. Het is nog nooit gebeurd dat dat niet ging. En wat mijn lijf dan vaak doet, is wat nu ook gebeurt, is dat in ieder geval mijn heupen en mijn billen het achtje maken. Draaien. En zelf zie ik daar uiteraard het lemniscaat in, het teken van verbondenheid, van oneindigheid. Van energiestroom is het voor mij ook. Dus mocht jij ook die neiging hebben om te bewegen, hoe dan ook, waar je ook maar dingen voelt, het is oké. Geniet ervan. Het is energie in beweging. En dat is een cadeau. Een cadeau puur voor jou. En elke keer dat je het weer luistert, kan het weer anders zijn. Kun je wat anders voelen. Of misschien ook steeds juist hetzelfde. Kijk ernaar met een innerlijke glimlach. En voel voor jezelf. Het is oké. Mijn lijf is een overvloedige bron van wijsheid. Mijn lijf weet precies wat ze wil. Mijn lijf, daar mag ik naar luisteren. Mijn lijf met die overvloed aan lichaamcellen. Oh, mijn lijf is gemaakt om van te genieten. Om een team mee te zijn. Voel dat. Sta jezelf daartoe. Want het is zo'n heerlijk uitgangspunt om jezelf dat te gunnen. Jij bent een prachtig mens. Elke cel in jou is prachtig. Is uniek. Hoort bij jou. Dit leven. Nu. Dit moment. Jij bent een bron van wijsheid. Van kracht. Van energie. En er is een overvloed aan kennis. Aan energie. Aan wijsheid voor jou beschikbaar. Zowel zichtbaar voor jou uit bekende bronnen, als onzichtbaar. Puur door stil te zijn. En dat te voelen. En dat te verwelkomen. Jij bent overvloed. Jij bent dat waarnaar je zo graag verlangt. Wat je zo graag wilt. Jij bent het. Van binnen. Als je dat voelt, als je dat erkent, als dat van jezelf mag, dan voel je je werkelijk overvloedig. Dan voel je een immense kracht door je heen stromen. Verbonden vanuit de hemel. En vanuit de aarde.
En jij daartussen als centraal, stralend middelpunt. Weten dat jouw verlangens geleefd mogen worden. Dat je die hebt, dat het een cadeau is. En dat je daar met handen wijd open, armen wijd open van mag genieten. Yes, yes, yes. Wat ik zelf zo vaak doe, 's ochtends vroeg of 's avonds als het donker is, is naar boven kijken, naar het heelal, naar de hemel, hoe je het maar noemt. En soms heb ik zo'n lucht vol met sterren en een prachtige maan. En soms zie je niks, is het bewolkt. Maar ook als ik niks zie, dan weet ik dat achter die bewolking al die sterren zijn. En dan zie ik ze in mijn gedachten toch voor me. En dan zie ik al die sterren. En dan beeld ik me de planeten er nog bij voor. En dat er nog veel meer is dan ik me maar kan voorstellen. En dat vanuit al die sterren, planeten en andere mooie dingen moois naar mij toegestroomd wordt. Het stroomt naar jou. Het stroomt naar mij. En het enige wat ik hoef te doen is mijn handen helemaal wijd openzetten. Ik doe mijn hoofd dan vaak wat naar achteren en mijn keel zo open, zo. Wow. Zoveel moois voor mij beschikbaar. Vanuit al die sterren, allemaal lijntjes richting jou, richting mij. En als je je dat bewust bent, op zo'n moment kan het al zo'n gelukzalig gevoel geven. Maar het kan ook mooi overdag zijn. Dat je hem even niet voelt en dat je eraan terugdenkt. Ah ja, die sterren. Wow. Want natuurlijk is die energie continu voor jou beschikbaar. Er is een stroom van moois richting jou. Een stroom. Een overvloedige stroom. Voel dat. Erken dat. Gun jezelf dat. Ga staan. Voel die kracht in jou. Oh, en voel yes, yes, yes. Zoveel moois voor mij. En nog veel meer dan dit. En nog veel meer moois dan ik had kunnen bedenken. Ik ben open om te ontvangen. Kom maar op met zoveel moois. En dan voel je die lach. Dan voel je die. Oh, dat. En dan verwacht je iedere dag mooie dingen op je pad. Cadeautjes. Magische gebeurtenissen. En die zijn er. Klein of groot, maakt niet uit. Ze zijn er. Voel het. Verheug je. Nu. Dit moment. Jouw leven is een cadeau. Een cadeau voor jezelf. Geniet ervan. Het is speciaal voor jou. Voel die bron van liefde in jezelf. Pure liefde wat je bent. En weet dat je overvloed bent. En dat er zoveel moois naar jou toe stroomt. Nu, hier, op dit moment. Ja, het komt mooier dan je nu kunt bedenken. Voel het. Leef het. Jij bent het waard. Gun jezelf een leven dat past bij jou. Overvloed. Altijd. Continu. No matter what. Overvloed.